Een aantal keer per jaar reiken we de Gouden Roeispaan uit. Een prijs voor mensen die tegen de stroom inroeien, maar daarmee wel een voorbeeld zijn voor de hele samenleving. Ja, Jos, wij horen continu van de regering dat het heel moeilijk is om alle zorgverleners bescherming te geven. Maar jou lukt het wel bij buurtzorg. Al jouw mensen kunnen beschermd werken. Hoe doe je dat? Wij vonden het nodig vanaf het begin dat het voor patiënten en voor onze eigen mensen veilig gewerkt werd. Collega's hebben kapjes gemaakt, familieleden hebben kapjes gemaakt. Er hebben zich heel veel leveranciers gemeld bij ons. Die zeggen van, nou, bij ons kun je dit krijgen voor die prijs. Dus we zijn ze gewoon gaan kopen. Nou horen we wel ook steeds, ja, maar er zijn te weinig beschermende middelen en daarom mogen we ze niet uit voorzorg inzetten. En jij doet dat anders, toch? Nou, in de eerste plaats is steeds duidelijker geworden dat het onduidelijk is wanneer mensen besmettelijk zijn. En wij hebben absoluut geen kapjes weggehaald op andere plekken. We hebben ze zelfs uitgedeeld op allerlei plekken. En gezegd van als collega's ook mee willen liften op zeg maar de kanalen die wij hebben, dan zijn ze van harte welkom. En ik heb ook VWS aangeboden om ook gebruik te maken van dezelfde kanalen. Nou, heel mooi. Jij en buurtzorg zijn daarmee een voorbeeld voor de rest. En daarom voor jou en voor buurtzorg de Gouden Roeispaan. Ik zet hem op het tafeltje, veilig op 1,5 meter afstand. Maar hij is voor jullie hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel, meneer. Ik ben er trots op.